Ketensamenwerking is met name van cruciaal belang om onze concurrentiepositie te behouden, maar met name nog verder uit te breiden. Ik ben ervan overtuigd als we samen met elkaar in die keten samenwerken en innoveren, en die innovatie ook delen tussen de verschillende ketenpartners, dat we beter en sneller kunnen innoveren. En dat is absoluut nodig om die concurrentiepositie uit te breiden. Nou, een ander voorbeeld is dat we ook al eigenlijk de data en de informatie bijzonder goed delen in het Agro Food Technology Cluster. We lopen voorop in smart industry en die voorop lopende positie die moeten we behouden door nog meer die samenwerking te zoeken. Nou, de Nederlandse sector doet het internationaal heel erg goed. Op veel onderdelen vervullen we een leidende rol. Gelijk aan onze high-tech sector, ook die doet het internationaal erg goed. Wat we wel zien is dat deze twee sectoren zich vooral naast elkaar succesvol profileren. Wanneer deze sectoren hun krachten zouden bundelen, kan Nederland zich internationaal nog verder profileren. De sector kent volgens mij vele uitdagingen, maar de belangrijkste uitdaging is dat de consument waarde hecht aan gezond en kwalitatief goed voedsel. En op dit moment zien we eigenlijk dat het voedselaanbod gedreven is vanuit de fabrikant. Terwijl ik verwacht dat naar de toekomst zal het vraag gestuurd worden. De consument gaat bepalen welk voedsel die wil hebben. En dat is natuurlijk belangrijk voor zowel de machinebouw als de foodindustrie om daarop in te spelen. Het is eigenlijk ook heel erg vreemd dat we in de melkindustrie voor willekeurige koe Bertha 13, exact weten welk voedsel die morgen nodig heeft. Terwijl dat we nog geen geïndividualiseerd voedsel hebben voor de mens. Dus ik denk dat dat een belangrijke uitdaging is van hoe gaan we vraaggestuurd voedsel produceren in combinatie met gemak. Want we zijn nog steeds als mens van het gemak. Dus dat is een belangrijke uitdaging. Aan de andere kant is het wel zo dat vraaggestuurd voedsel wellicht ook een deeloplossing kan bieden voor het probleem van de voedselverspilling. De Agro Food & Technology Week is voor ons belangrijk omdat Nederland een leidende rol vervult in deze sector. Ook een stimulator naar andere sectoren. Vandaar dat wij vanuit de ING regelmatig onderzoek doen naar de voedingsindustrie. Zo ook met het rapport dat wij deze week zullen presenteren.